Rutger, ja. Dag, met Rutger Kastikum van de Hofbar. Dag, meneer Kastikum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde graag even met u spreken. En, ik heb aangegeven dat ik geen interview ga geven. En ook niet aan u dus. Maar waarom niet? Want ik begrijp dat u in de campagne heel groot geroepen heeft dat u tegen de tunnelbak bent, die N65. En dat nu u zit op het plus, dat u het ineens wel doet. Dat is toch wel iets om uit te leggen? Nou, ik heb in de campagne zeker niet gezegd dat ik tegen de N65 ben. Nee, zelfs. Nee, u moet het wel goed formuleren. Ja, dat doe ik ook. Maar u zegt pas op de plaats, heeft u de mensen beloofd. En nu zit u er en dan wordt het doorgedenderd. Het is een onjuiste weergave van wat ik heb gezegd. Nou, leg het maar uit dan. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb overal dat u zegt, het moet on hold. We moeten daar even voorlopig mee stoppen. Ik heb nooit gezegd on hold. Ik heb gezegd, we moeten het niet doen. En ik heb zelfs aangegeven... Ja, dat is nog erger. In de begrotingsbehandeling 2021... onder verwijzing naar het bestuursakkoord, dat volgens mij het moment er is om het overmachtsartikel in te roepen. Maar dat ik tegen de N65 was, dat staat vast als een. Als ik weet niet wat. Maar begrijpt u het dat uw kiezers nu zich belazerd voelen omdat ze aan alle kanten hebben gehoord. We willen er even mee stoppen. We willen het pas op de plaats. En dat nu op het plus zit. Op dag 1 eigenlijk wordt gezegd: ja, sorry, we kunnen niet anders, we moeten door. Dat is toch niet. Ik denk niet dat ze zich belazerd voelen. En ik denk ook weer is wederom een verkeerde voorstelling van de feiten. Maar meneer Kastikum, we kunnen hier heel lang over blijven doordiscussiëren. Nou, ik zou zeggen, kom even naar buiten. Nee, ga ik niet doen. Maar waarom niet? Ik heb dat beargumenteerd. Ja. Ik blijf niet in herhaling gevallen van wat ik al eerder heb gezegd. Ik vind dat eigenlijk heel onprettig de wijze waarop je me bejegent. Ja, dat snap ik. Dat is kritiek, ja, hè? Ja, maar zeker hoffelijkheid vind ik toch wel erg op zijn plaats. Ja, maar hoffelijkheid betekent niet dat je kritiekloos hoeft te zijn. Nee, maar kritiekloos betekent niet dat je niet hoffelijk hoeft te zijn. Nee, maar je bent het gewoon... Dat is een beetje vervelend. Ja, dat snap ik. Maar dat is het hele probleem volgens mij hier in Vught. Dan krijg je ook nooit die bestuurlijke vernieuwing als u die kritiek niet aan kan. Want dit is nou precies op dag 1 staat u eigenlijk al 10-0 achter. Met uw bestuurlijke vernieuwing. Dat zijn uw woorden. Ik heb daar uiteraard een heel andere mening over.